怎么办？办视频了。Oké, okay, deze video is totaal niet gepland, echt op het moment zelf, maar ik moest hier gewoon iets over maken. Dit is echt niks leuk. Oké, okay, dus de Jens, mijn beste vriendin, is vanmorgen in de Palmas een broodpudding gaan halen. Please tell me more. Op het moment dat hij die zak opende, na al een stuk gegeten te hebben zonder te zien... Stikt hij niet altijd iets in zijn mond voordat hij hem erin ziet? Zat daar dus schimmel op. Ja. En ik moet geloven dat dat de eerste keer is dat hij niet in zijn mond steekt waar hij schimmel in zit, of wat bedoelde hij? En de Jens werd inderdaad dan op de Facebookpagina van Panos zelf gezet. Ja, want op de pagina van de IKEA zou wat raar zijn, hè? Zelfs voor de Jens. En uiteindelijk kwamen er superveel reacties op van je kent dat wel, hè? Ah nee, die ken ik niet. Bij ons reageren ze meestal van IAE. Dus dat is toch iets anders, hè? Maar dan was ik tussen die reacties ontzien. En dan kom ik een reactie tegen van Gregory Thijs. En die zegt... Had het overlaatst ook. Bestelde een broodje barbecue chicken en er zat nog een levende kip tussen. Dat is hilarisch, ja. Maar dan de antwoord van de paus. Doorgeven waar en wanneer dit juist voorviel. Dan klaren we dit graag even met je uit. Groetjes, babels! Dat kan het toch niet meer? Alsjeblieft! Die pakken dat serieus. Die geloven dat. Ja, er zijn natuurlijk ook mensen die geloven dat ze grappig zijn. Hè. Die zijn er ook, hè. Sexy. Ik vond dat grappig. Zei nooit iemand over uw filmpjes? Hoe kun je als goed redenerende mens zo'n reactie plaatsen? Ik snap dat niet. Ja, Jamila, kijk, het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat diegene die bij Panos werkt en daar heeft op gereageerd over de nodige dosis sarcasme beschikt en dit dus als zijnde een hyperbool gaat gebruiken, de vorm van overdrijving, om dan tot een resultaat van humor te komen. Iets wat jij inderdaad niet gaat begrijpen. Dus ik snap u wel. Hoe kun je er nou echt op reageren alsof dat zo is? Want ja, dat hadden we niet gezien dat we dat overhandigden met nog een volledig levende kakelende kip tussen. Inderdaad, dus hetgeen wat jij nu opnoemt is hetgeen wat die mens waarschijnlijk wou bereiken. Sarcasme. Leuk dat je het door hebt. Loempe koei. Kruk droog.